Welkom bij Visblad TV. We gaan vandaag iets heel bijzonders doen. Iets wat ik hier vorige week op de Hengelsport Fair gezien heb in Maurik. Ik was daar meteen helemaal verkocht van. En ik heb gelukkig een waanzinnig goede visser gevonden die me dat precies gaat uitleggen. Patrick Prinsen. Morgen Patrick. Goedemorgen. Dag Marco. Wat gaan we vandaag doen joh? Marco, we gaan vandaag vissen met best pittige matchhengels van 4,5 meter. Ja. Met grote sliders, matchdobbers. Op een afstand, zoals gezegd, van 40 meter. Dat is een eind, hè? Dat is een heel eind. Waarom op die grote afstand? Omdat op die plek een talud is, een vlak talud. Ja. Waar men vorige week ook heel veel vis heeft gevangen. Ja, dus we hebben voor die afstand gekozen. Okay, prima. Zeg Patrick, dat is wel echt een knots van een dobber, hè? Ja. Hoeveel lood draagt dat? Deze dobber die draagt zeker 21 gram, denk ik. Zo. Ja, dat is nodig, Marco. Om het lood te dragen en ook om zeker die afstanden te kunnen halen, anders kom je er gewoon weg niet. Ik heb een stuitje op de lijn geknoopt, op ongeveer de diepte waar we willen gaan vissen. Vervolgens een kleine microkraal die de Weckler adapter, waar de powerpen dan wel de slider in bevestigd zit, tegenhoudt. Daarna een microwartel met daarbovenop een klein stukje siliconenslang dat de dobber afstopt. Daaronder zit de loodlijn. En die loodlijn moet zo ongeveer 10 à 15 centimeter langer zijn dan je powerpen. Dit is puur en alleen voor de werpeigenschappen. Daaronder op die loodlijn zit al mijn lood gebulkt. Dit is een bulklootje met een enkele nummertjes SSG en een AA'tje. Daaronder een vrij lange onderlijn met een behoorlijke haak voorzien van een worm en enkele kasters of maden. Het is juist de kunst om de zaak zo uit te loden dat je lood ongeveer zo ver van de bodem hangt. De vis zal dan tijdens het aasen het aas oppakken en wegzwemmen om weer naar een volgend voedseldeeltje te aasen en tilt vervolgens het lood op van de bodem. Dan schiet je pen als een raket boven uit het water en is het dus duidelijk een aanbeet. Ja. Nou wacht ik even met de aanslag, niet meteen aanslaan. Kijk, gaat die onder. Alle? Ja. Yes. Het is echt riviervissen dit. Ja, goed terug. Dag. Mooi. Ja, dat is. Ja. Sterk hè? Ja, ontzettend. Ja jongens, wat is dit mooi. Patrick zit naar zijn dobber te kijken, hij zegt ik heb beter kijken. We zien hem heel langzaam gaan, hij komt niet omhoog, hij gaat heel lang, schiet in één keer omhoog. En wacht nog even, loopt hij langzaam weg, slaan, bam! En dan op deze afstand met dit materiaal heb je gewoon een topvis rijdt. Het zijn echt verschrikkelijk sterke vissen, gezonde rivierbrazems. Ik kan niet wachten tot ik me beter krijg, wat is dit super dit. Mooie vis man. Ja. Ops, die mag weer los. Deze afstand, hoe peil je nou? Nou, peilen is betrekkelijk eenvoudig. We maken geen gebruik van een pijlood. We peilen eigenlijk gewoon met ons bulklood. Yeah. Hoe is dat nou af te lezen? Als je bulklood op de grond ligt en je pen valt om, dat betekent dat je te diep zit. Yeah. Dus je moet je stuitje een stukje naar ondieper zetten. Yeah. Zo blijf je net zo lang schuiven tot je pen staat te dansen op het water. Dus op die manier. Ja, scheef. Scheef, ja, inderdaad. Ja, ja. Dan weet ik in ieder geval, mijn bulklood ligt nu op de grond, maar ik moet nog zeker penlengte ondieper. Okay. Dus ik schuif dan mijn stuitje iets meer als een penlengte ondieper, waardoor ik bereik dat mijn lood net boven de bodem hangt. En je aas ligt keurig dwarrelt vrij over de bodem heen. Inderdaad, dus je krijgt een hele natuurlijke aasaanbieding op die manier. Maar het systeem waar ik mee vis is anders. Hè? Ik vis gewoon met het lood zwaar op de bodem. Ja. En ik heb in plaats van het aas op de haak heb ik het op een heer. Op een heertje. Dus dit werkt dus anders, hè? Ja, dit werkt anders. Het loodgewicht dat jij gebruikt is ook zwaarder dan dat de dobber kan dragen. Ja. Dus wat je dus doet, je verankert je lood op de bodem. En zoekt daar de positie van het stuitje. Ja. En dat mag best iets overdiepte hebben.
Ruim strak. Je draait gewoon je dobber strak op je lood. Zodanig dat je antenne zo'n stukje boven het water uitstaat. Als je een beet krijgt, nou, dat kenmerkt zich door een dikke opsteker. Geweldig. Hartstikke leuk. Ja, hangen! Woehoe! Ah, mooie vis. Klassiek dit, wat een aanbijt. Jongens. Zo mooi gezicht dit. Je zit op 40, 45 meter met een dobber te vissen. En je ziet hem in één keer helemaal eruit komen. Ah, wat is dit mooi. Topvissen, weet ik. Dit is echt topvissen. Dit is echt op die grote afstand, jongens. Zo. Ze zijn sterk ook, joh. Kijk eens. Ah, mooi dit. Binnen. Yes. Woehoe. Ja, vis. Dikke platte. Wat een visserij. Oké. Het zijn zulke. Hoe zorg je nou, Patrick, dat je steeds op dezelfde afstand vist? Nou, ik bepaal eerst de plek waar ik wil vissen. Ja. Die meters loop ik op de kant uit en ik zorg ook altijd voor dat ik over mijn plek inwerp. Dus die afstand, die clip ik middels de lijnclip. Ja. Dan is het zaak om in te werpen. Je werpt als het ware over je voerstek in. Vervolgens sluit je de molenbeugel en draai je een 5 à 6 keer binnen snel om de lijn onder water te trekken. Ja. En dan komt de hele crux. Dan is het zaak dat je die molenbeugel openzet. Tot hij op de clip zit. Tot hij op de clip zit. En wat dan gebeurt is het lood zakt rechtstandig onder je dobber naar beneden. Ja, ja, ja. En als je dobber dus goed in het water staat, kan je je molenbeugel sluiten. En ben je klaar om te vissen. Duidelijk, helemaal duidelijk. Patrick, hoe pak je het voer in de water op deze afstand? Nou, op deze afstand en in dit soort water is het het beste om een grote voerplek aan te leggen. Dus ben niet te benauwd om een klein voerplekje aan te leggen. Het mag best 5 bij 5 meter zijn. En zorg voor voldoende voer met aas. Ik heb hier gewoon een goed plakkend brasemvoer met mais, met wat hennep erin. Maden erin, wat kassers erin. En dan niet te vergeten de pieren voor aan de haak. En soms ook om te knippen door het voer. Maar dat doen we pas als de vis goed aast. En als de vis goed aast? Dan is het zaak om je stek goed te onderhouden. Constant voer blijven brengen. Dus bij elke inzet een balletje voer erbij. Yo, vis! Allebei vis. Allebei. Nou, deze blijft hangen, hij blijft bokken. Oké. Ik zit even naar de drill te kijken van Patrick. En ineens is mijn dobber niet meer te zien. Ik denk, ik ga het toch eens ophalen. Goudvis. Mooi, hè? Dit is echt fantastisch, dit. Visserij, hè? Woehoehoe. Dat is nou goed op. Ja, nou, het resultaat van regelmatig kleine beetjes voeren begint zich nou uit te betalen. Dan krijg je aanbijt na aanbijt. En ik durf zelf te zeggen dat deze visserij misschien wel net zo effectief is als de vierde. Het is moeilijker, maar het is ook wel eerlijk gezegd veel leuker. Want zo'n dobber weg zien schieten, omhoog zien komen. Ja, de wereld is veel groter dan dat je steeds in zo'n klein topje zit te kijken. Kijk, ik heb het niet vast kunnen houden, dan weet je het net niet. Mooie grote brasem. Echt een mooie vis. Keurig in het bekje gehakt. En hij is binnen. Yes! Yes.
Wat een dag, Peter. Ja, het is echt super dit, jongen. Zo. Nou, jongens. Voor de opnames de laatste brasem. Wij vissen nog even door, Patrick. Ja, zeker. Wat een fantastische reportage voor Visblad TV. Volgende keer zien we elkaar weer. Misschien Ed. Oh! Misschien Ed. Maar ik hoop dat ik nog een keertje mee mag, want dit is toch wel echt vis in het kwadraat. Fantastisch.